Deze podcast wordt mogelijk gemaakt door MotoShare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Met Dennis Cusé en Peter Kroon. Aflevering 25 van de Motorpodcast. Iedere twee weken praten wij over de passie voor motorrijden en alles wat met motoren te maken heeft. We hebben twee hele bijzondere gasten aan tafel, maar ik wil eerst jouw motormoment wel weten, Peter. Heb je nog gereden? Ja, ik heb uiteraard nog even gereden. Ik ben langs een plek geweest waarvan je niet zo gauw zou zeggen van dat is een mooie plek om te zijn. Ik was bij een vriend in Zeeland geweest en over de Delta werd ik er teruggereden met zonsondergang. Dat is al mooi. Dat zag er al prachtig uit. Neeltje Jansen, zo, dan zie je die zon zo over die... Ja, dat ziet er prachtig uit. Maar een volgend stukje. En ik moet dan richting, of tenminste via Rotterdam, richting Utrecht weer. Want ik woon hier natuurlijk in het midden van het land. En toen kwam ik door het Botlekgebied. En je zou zeggen, wat moet de mens daar nou? Maar het was al, inmiddels al helemaal donker. En er zitten hele mooie aparte lichtjes tussen al die raffinaderijen. Ja, rode lichtjes bovenin. Ja, een beetje surrealistisch, denk ik. Ja, en af en toe zie je nog ergens een vlammetje in het donker. En, maar ook blauwe lampjes. En, het Bontje Rosenburg, pak. Nee, die heb ik helaas niet gepakt. Nee. Jammer. Moet je nog een keer terugkijken. Nee, dan moet ik nog een keertje terug. Maar ik vond het rijden door het Botlekgebied vond ik op zich al... Ja, bizar gebied is dat. Ja, het is net of een soort science fiction-achtige toestand. Ja. Dat was maar inderdaad eigenlijk niet de mooiste plek als je dat overdag, zo... Nee. Als je tegen iemand zegt van nou gaan we lekker in de Botlek rijden. Dan denk je nou ja, dan moet je gasmasker daar maar op. Ja, maar s'avonds laat is het net alsof je door een soort science fiction landschap rijdt. En dat vond ik zeer indrukwekkend. Ik ga toch maar een keer rijden. Ik heb afgelopen week weinig gereden. Het is nu we dit opnemen toch nog een beetje te fris zo s'avonds. Een graad of 8, 9. Verder eigenlijk weinig meegemaakt. Dus ik kijk rijkhalzend uit naar het mooiere weer. We hebben nog wat post, doen we later in de aflevering. En we gaan natuurlijk weer €150 tegoedbon van MotoShare weggeven in deze aflevering. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Ik heb de grootste lol, ook al moet ik rustig aan rijden met pa. Pakken de bochtjes. Ik kan je maar bijhouden, hoor. Ja, in Spanje heb je de Picos Europa liggen. Dat is een bergketen. En we wilden eigenlijk dan aan de binnenlandse kant van die bergketen wilden wij naar het zuiden. En de terugweg wilden we langs de andere kant van die bergketen. Daar worden heel veel westerns opgenomen. Vlak voor een bocht, voor een linkse bocht, hier krijg je een hersenbloeding. En dan zie ik mijn zoon, ik verongelukken. De Motorpodcast. Achter het vizier van... Achter het vizier van Ruud en Jan de Vaan. Uit een echte motorfamilie komen ze. Heren, welkom. We hoorden jou net al even, Ruud. Ja, goedenavond. Goedenavond, blij hier te zijn. Ja, want jullie komen ook van ver, hè? Wij komen van Zeevlaanderen, van Hulst. Ja, dat is best wel eventjes een stukje rijden. Jullie zijn hier op een toch wel een beetje bijzondere manier terechtgekomen eigenlijk. Want op een gegeven moment zat ik hier op een doordeweekse dag in de studio. En toen werd ik gebeld door jou, Jan. Je zei van, ja, ik heb een aantal verhalen gehoord, Motorpodcast. Ik wil mijn verhaal ook wel komen vertellen. Ja, dat klopt. Hier zit ik dan, hè? Ja. 82 jaar en op een top motorrijder. Ja, ik vertel het graag. En ook voor jullie lijkt me fantastisch mooi werk wat jullie doen. Nou, daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Hier zit een bonk passie aan tafel. Van hebben jou daar, denk ik. We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren. Dus wij zijn benieuwd. Waar is ergens in die 82 jaar de motorpassie begonnen bij jou? Nou, toen in mijn jeugd. Mijn vader reed FN. FN, moet je even uitleggen. Hubertus de Vaan. Uit... Oh, nu al fans. Ja, wordt er meteen gebeld. Uit Hedekhuizen. Werkte op de Kousensbriek. In de oorlog deed hij fietsen maken. En die is vrij snel begonnen met motorrijden. En zijn eerste motoren waren twee FN's van Belgisch fabrikaat. Als mensen willen reageren, ik moet dat vooral eventjes met een DM'tje. Dus een DM'tje. Bel even niet. Maar de FN, dat is voor mij in ieder geval een onbekend motormerk. Het is een 350cc zijklepper. In die tijd een zeer bekende machine voor Belgen, voor Nederlanders. Ja. En dan hebben we het over welke periode ongeveer? Dan praat ik over, ik was 16 jaar, ik ben van 39, dat is in 1945. Oké. Okay, net na de oorlog. Dat is even geleden. Ben ik voor het eerst motor gaan rijden. Vlak na de oorlog? Op de Royal Enfield. In de schuur gepakt. En FN, hij heeft eerst twee FN's gehad. Daarna is je overgegaan naar de Royal Enfield. Mm-hmm. En die heb ik het eerst uit de schuur gejat. En daar ben ik stiekem mee gaan rijden in Waalwijk in Brabant. En zo is het eigenlijk begonnen dat je dacht... Ja, dat was passie. Ja, ik kon het niet laten, stiekem. Mm. En ik had wel pech. Ik reed de Kerkstraat uit.
En er stond Krien van Zon, een politieagent, die hield me aan. En meteen de eerste flinke boete. Nou, tussen een geparkeerde auto en Krien van Zon was nog 2 meter. Ik gaf gas en ik scheurde er tussendoor. Ik denk, ja, dit komt niet goed. Dus toen ben ik met een omweg teruggereden naar de garage. En maar me hopen dat Krien van Zon mij niet herkend zou hebben. Dat was de plaatselijke bromsnor. Ja, de plaatselijke bromsnor. En stiekem die motor teruggezet, hè? Stiekem. Ja, maar ik denk dat je heel goed geweten hebt dat ik er even Huub de Vaan was. Want die zat in een kousjesfabriek. En Krien van Zon kreeg af en toe wat sokken. Ik denk dat ik de zon aan ga geven. Zo werkte dat destijds. Ja. Ja, hij zal niet gelezerd zijn in die tijd, denk ik. Hoef je tegenwoordig niet meer te doen. Hè, dat je... Dus voor alle zekerheid ben ik naar huis gegaan. En mijn vader en moeder waren niet thuis. Daarom durfde ik die motor te pakken. Mm-hmm. En ik zeg tegen mijn zus. Ik ben ziek. Ik lig op bed. Als Krien van Zon aan de deur komt. Dan zeg, gewoon, wat zeg dat ik op bed lig. Ziek. Dan kan ik dus niet geweest zijn. Maar okay. Kwam die aan de deur? Nee. Dus goed weggekomen. Goed weg. Royal Enfield. Ja. Dat is meteen wel beginnen op klasse. Ja, 3,5. Zo. En mijn vader die wist wel stiekem blijkbaar, maar die ging er trots op dat ik die Royal Enfield kon rijden. Dus hij wist het, formeel wist hij het niet. Nee. Maar hij was wel trots op mij dat ik het voor elkaar kreeg om die machine weg te kopen. Ja, dat je er gewoon mee kon schakelen en dat het allemaal goed ging. Ja, en daar is begonnen, hè. Ja. En wat is er in de afgelopen jaren allemaal aan motoren gepasseerd tot en met vandaag? Nou, daar ben ik. Toen heeft hij, denk ik, uit voorzorg om onze kinderen te sparen, is hij toen op lichtere motoren overgegaan. CZ, Jawa Junior. Even uitleggen welk merk is. Jawa. 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 Eerst CZ, waar Joel Robert op rijdt. Een bekende motor uit Tsjechoslowakije, CZ. Heel bekende tweetakt. Ik weet alleen van Java, wat was het ook alweer? Opstappen en alles rammelt los. Nee, de Java Junior was 150 cc. En daarna heb ik een Java 2,5 gereden. En toen ben ik op Horex Regina overgegaan. 1 pitter, 4 takt. En daarna de 400 cc, Horex. 400 Horex, ja. Werk op de bierbrouwerij. Dat was de eerste motor die ik tegen wind op niet terug ging in toerental. Die twee takten gaan al, als je tegenwind krijgt, dan heb je met 4 takt, 1 pitter. Ja. Horex Regina heb je dat niet. Want die is sterk, die heeft een groot koppel. Dus die ging. Dus dan waai je eerder de motor af, dat je motor langzamer gaat rijden. Dat had er wel bijzondere uitlaten op, hè? Ja, ik had uitlaten. Ik was hoofdelektricien bij de Heineken en 's-Hertogenbosch. En ik had een roestvrijstalen bierleiding opgezet. Kijk, bierleiding als uitlaat? Ja. Wat maakte dat voor geluid? Ja, fantastisch mooi, solide geluid. Kijk. Maar je weet, er moeten dempers in hebben zitten. En toen ook al? Dus ik had achterin stukjes dunnere... Kroondoppen. Dunnere buis in laten lassen in de werkplaats. Met gaatjes erin. Zodat als de politie ging controleren, zit daar wel een demper in. Dan stak je daar een schroevendraaier in of iets dergelijks. En dan kwam die schroevendraaier niet verder dan dat buisje. Ah, maar er zaten geen dempers in. Ah, showdemper. Ja. Geweldig. Ja. Gewoon een bierbuis. En dat was de Horex Regina. 400 cc. Je hebt de Horex is standaard 3,5. En de Regina was een opgevoerde 1 pitter. Wat rij je nu? Ik rij nu een Honda Shadow VT1100C. Een shopper. En je bent nou 82? 82, ja. En je rijdt nog elke dag een beetje rond op dat ding? Alle dagen, want mijn motor staat in een garage buiten Hulst. Die moet ik dan echt uit de schuur gaan halen. Maar als hij me uitnodigt, dan zijn we weg. Ja. En dan zijn we naar de Eifel geweest. En nu gaan we naar Portugal. Hij is Ruud, zoon Ruud. De een van de zoons die het de oudste zoon heeft ook het motorvirus gekregen. Klopt, ja. Alleen ik heb nogal een leuke anekdote in jouw motorcarrière. Toen wij namelijk net begonnen met motorrijden. Toen reed hij eigenlijk al lang niet meer. En hoe oud was jij toen? Nou, de eerste motor kocht ik toen ik 17 was met mijn broer. De derde broer die kocht... toen hij net zijn rijbewijs had gehaald op de 7,5, kocht hij maar gelijk een CBX 1000 zescilinder. Oké, welk merk is dat? Honda. Honda CBX. Dus hij kwam daar met bij ons thuis achterom gereden, met de voorwiel de tuin in. En mijn vader die komt naar buiten en die wou wel eens even proefrijden. Dus hij stapt op die Honda zescilinder, start dat ding. En was meteen weg natuurlijk. Die geeft daar een prop gas, alsof hij op een crossmotor zat. Want die moest de andere kant op. Dus die zet die motor vol in de spin. Die achterkant komt voorbij. Om dan vervolgens 180 graden te draaien. Om dan het terrein de oprit af te knallen met dat ding. Ik denk die rijdt tegen de muur omhoog zometeen. Hè? Want
hij zegt, ik had alles onder controle, maar... Hij had veel te veel vermogen natuurlijk. Maar hij had 20 jaar niet meer gereden. Dus hij stapte op die 106-cilinder en die zou wel eens even laten zien hoe dat moest aan ons. Oké. Okay. Ja, en dat liep gelukkig goed af. Maar volgens mij was het meer geluk als wijsheid toen. Maar nou begrijp ik dus dat er een periode is geweest dat je even niet hebt gereden. Een jaar of 20 gewoon klopt, niet. Was de passie even weg? Nou, ik werkte bij Heineken en we kregen onze eerste zoon, dat was hij. En dat kostte geld. Ah ja. Dus ik moest toch het budget in de gaten houden. Dus heb ik motor verkocht. Met de bedoeling dat ik zo vlug mogelijk weer kon gaan rijden. Ja. Maar we hebben 5 kinderen. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Demotorpodcast.nl. In deze aflevering van de Motorpodcast zijn vader en zoon Jan en Ruud de Vaan te gast. En ondanks zijn respectabele leeftijd van 82 jaar... rijdt vader de Vaan met zijn kinderen nog zo'n beetje door heel Europa op de motor. Je had nog wel een Harley tussendoor, die vergeet je. Nou, dat wel? Nou, dat ging niet door, hè? Ja, die Horrex. Voordat ik die Horrex kocht, had ik bijna een Harley gekocht. Ja. 1200 cc. Met terug drop. Achteruit. Ja, dat is heel die hadden Harleys, die oude Harleys. De 50 jaren. De nieuwe hebben dat ook hoor. Alleen dat is een optie. Die moet je dan bestellen. En die kocht ik een nieuwe kuik. En die kostte 500 gulden. En ik had 500 gulden verdiend op de conservenfabriek. Maar ik wilde met die Harley een tour gaan maken. Dus ik had 50 gulden nodig voor benzine. Dus ik bood hem 450 gulden. Maar dat deed hij niet. Als had ik hem gehad. Oké. Okay. En ik heb een proefrit meegereden. Van Nieuwkuik naar Waalwijk. Via mijn schoonouders in Drunen. En dan kom ik op de kousenfabriek aan van mijn vader. En die komt naar buiten. En hij zegt, ja joh, je gaat toch zeker die Harley niet koppen, man. Je rijdt de knoppen van je broek af. Hij zei, dat moet je niet doen, joh. Nee. Laat die Harley staan. We gaan even naar Jan Hens. Die heeft wel andere mooie machines staan. En zo kocht ik die 400cc Horrex Regina. Want had je toch ook zoiets met Harley, wat ik zelf er ook een beetje mee heb. Ja, het is toch... iconisch apparaat. Ja, en dat is fantastisch. Ik zou best een Harley willen hebben nog, hoor. Toch wel. Ja, ik geld heb, koop ik er een Harley bij. Nou, misschien, we komen straks natuurlijk met de vraag, wat zou er gebeuren met 100.000 euro voor de motorpassie? Ja. Dus nou, daar kun je wel een Harley van kopen. Maar de Harley is er bij jou nooit gekomen, Jan. Ruud, jouw eerste motor dus op je 17e? Ik was oud, dus ik werd het eerst 18. Ja. Ja, dan gaat het aan kriebelen. Er moet een motor komen. Dus ik met mijn broer, vakantiewerk. We hadden wat poen met z'n tweeën. En dan gingen we samen de motor kopen. Mijn broer die is 14 maanden jonger. Wij kochten onze eerste motor. Toen was ik nog geen 18. En mijn broer was waarschijnlijk 17. We reden twee op het dorp. Daar waren we eigenlijk door besmet. Samen kwamen wij bij een lokaal motorliefhebber waarschijnlijk. En die had een stuk of 10, 20, 30 motoren staan. En dan kochten wij onze eerste Suzuki. Dat was een Suzuki die we kochten. Want die konden wij betalen. Dat was een 1200 gulden. Daar hebben we die gekocht. Wat voor die tijd heel veel geld was. Dat was heel veel geld. Ja. Maar dat was wel een GT 550 C 3 cilinder 2 takt. Ja, dat was gewoon een beest van de machine in die tijd. Dat was niet normaal. Die kochten wij de jaren 70 motor. En die kochten wij dan 1980. Ja. En is daardoor die liefde voor Suzuki gebleven? Want vandaag de dag ben je ook nog steeds een beetje van de Suzuki, hè? Nou, ik denk dat het gewoon puur was, die konden wij betalen. En het moest wel een beetje power hebben. Ik denk dat het gewoon puur was, dat was een machine die in ons budget zat. En het was in ieder geval 550 cc, 3-cilinder. Gingen we dus met die motor gingen wij illegaal in de polder rijden, want ja, dat brandt natuurlijk. Mm-hmm. Wist ik niks van? Ja. Dus wij gingen natuurlijk dat ding starten in de tuin. Dat is leuk, maar dan nog een keer starten. En op een gegeven moment moet je ermee rijden. Ja, dan gingen we in de polder rijden. Maar wij hadden een plaatselijke bromsnor. En je had al lang de boel in de smiezen. Dus we waren ergens op 1,5 of 2 kilometer van het dorp. En agent stopt daar. En dan zeiden we, jongens, wat zijn jullie aan het doen? Ja, proefrit maken. Ja, dat gaan we niet meer doen, hè, jongens. Want fijn, ik weet niet wat er aan. Hij zegt, dan wordt te voet naar huis. Dus wij te voet met die motor. Dat was een ding van meer dan 200 kilo in die tijd. En we denken te voet naar huis. Maar het was wel een Suzuki. Niet wetende dat later ons passiemerk zou worden.
toen hadden we die motor gekocht, maar dan hadden we, toen was ik 18, maar hadden nog geen geld voor de verzekering. Oh, ja, dat is wel even een dingetje. Want in die tijd dan ging je naar het stadhuis en dan ging je een aalbord nemen, die plak je erop en dan kon je gaan gassen. Ja, mocht je zeg maar rondrijden alsof je ja, je rijbewijs nog moest halen. Maar ja, er waren geen beperkingen aan. Nee. Dus, maar goed, de verzekering in die tijd, dat was een AWB verzekering waar je mee met een aalbord, dat kostte toen 625 gulden, weet ik nog. 625 gulden, de helft van die motor, kostte 1 jaar verzekering om met dat ding te mogen rijden. Dus er was nog even doorspaar. Dus ik weet niet of ik op mijn eerste dag 18 al kon rijden. Maar we moesten weer aan de bak om die verzekering bij elkaar te sprokkelen. Toen jullie hier binnenkwamen. Hier staat toevallig ook een tweetakt. Het is deze. Het is een Kruiter. Weliswaar met een motorkenteken erop. Maar het is officieel een brommer. Meteen zeiden jullie van, of tenminste, vader zei meteen. Brommers, die komen er niet in. Ja. Dat is gevaarlijk. Juist. En ik hoor jullie over de grootste, met ontzettend veel pk's. En ja, door de tuin alle bloembollen er in één keer uitgespit met het achterwiel. En dan denk ik van, ja, en een brommertje is gevaarlijk, jongens. Ja. Wat is dat voor theorie? Nou, die tijd was ook al een financiële kwestie, want een brommer was duur. Hoezo? Nou, een brommer was altijd nog goedkoper dan een motorfiets. Ja, maar onze pa kon ons overtuigen. Want ja, die brommer die moet natuurlijk harder. Want ja, dan blijft natuurlijk niet bij normaal rijden. Nee, dan moet dus er... Als je nou slim bent, dan spaar je nog een paar jaar door. En dan koop je gelijk een leuke motor. Want die gaven ze ook niet weg. En een brommer in die tijd was ook duur. Want vrienden van mij die kochten een Thomas 4TL'tje. Een schakelbak, een krijtelen, zundaps, dat waren er volgens mij duizenden guldens in die tijd. Maar heb je nog geen antwoord gegeven op de vraag, waarom is een brommertje gevaarlijker dan een motor? Een bromfiets liep in die tijd over de fietspad. Ja. Levensgevaarlijk. In die tijd zat ik op de HTS en zeg naar Bas op school. Ik reed 40 kilometer fietsnik per dag, 20 kilometer heen en terug. Mm-hmm. En die stomme bromfietsen die je voorbij komen scheuren. Levensgevaarlijk. Op het fietspad. Ja, tegenwoordig is dat niet meer zo natuurlijk. Maar toen wel. Niet te doen. En dan waren er mensen die waren bang voor motorrijden. Dat was een bepaald gevaar. Maar er zagen helemaal geen gevaar in als je dat op een verschillende manier doet. Maar het motorrijden was voor mij minder gevaarlijk als bromfietsrijden. Dus hebben keihard... Puur omdat die brommertjes op het fietspad reden en rakelings langs fietsers, had je het idee dat is gevaarlijker dan wanneer mijn jongens op een grote motor gaan rijden en gewoon op de openbare weg. Ja, en bovendien kon iedereen kopen een bromfiets. Ja. Dat kan voor een motorrijder, kan het niet. Ja, dat snap ik wel. Dat is wel veilige logica, denk ik. Ja, ondanks dat jullie denk ik wel sportieve rijders zijn. Ja, voor motorrijden heb je een bepaalde training voor nodig. En een bromfiets kruipt iedereen maar op. Nooit gedacht om motorinstructeur te worden? Had gekund. Ja, kan nog, hè? Ja, kan nog. Kan nog. Wat is voor jou de motorpassie? Wat betekent motorpassie? Nou, de motorpassie is om te verantwoord risico nemen. Weersomstandigheden. En wat is verantwoord risico? Verantwoord met risico. Met het knietje door de bocht? Of, Nou, ik begin altijd te zeggen, motorrijden heb je minimaal 5 jaar ervaring nodig. Oeh. Je moet alle gevaren kennen van het motorrijden. En je moet ook technisch gevoel hebben. Ik heb tegen die motormeiden gezegd van, ken je motor technisch? Weet zeker dat al die bouten vastzitten van je frame. Maar dat gaat dus verder dan de BRAVOC van het examen. Wat is het BROVAC? BRAVOC? Ja. Dus ook die meiden zeg ik altijd, ken je motor. Ja, wacht even, je had een aflevering van de motorpodcast gehoord over de motormeiden. Ja, van Rudy. En Tessa heb ik nog geschreven. Die heb je even een vermanende mail gezet. Ja, je hebt 10 instructies gegeven. Okay. Tientallen instructies. En heeft Tessa er al op gereageerd? Nee, nog niet. Oké, okay, Tessa, maar, als je dit hoort. Maar ik ken mijn motor verder ook helemaal niet goed hoor. Ik weet dat ik soms naar de remmen en de vloeistoffen moet kijken. Maar daar houdt het wel een beetje op. Ja, maar de bouten van het frame bijvoorbeeld. Oeh. De bandenspanning. Maar vroeger trilde alles los. Bandenspanning ben ik wel. Ja, in zijn tijd trilde alles los op die motors. Ik kijk nooit naar die bouten. De telescopen, de vering. Je viel er gewoon uit elkaar. Kortom, de hele motor technisch kennen. In grote lijnen. Nou, sowieso met 5 jaar rijervaring kom ik ook nog niet. Dus, nee, maar dat komt wel. Maar dan moeten die vrouwen ook. Ja, maar je moet wel vertellen, pa. In die tijd, die Engelse motoren, die hadden altijd wat. Ja, maar goed. Maar als ik zo naar die moderne motoren kijk, dan zit ook al wat aan. Zeg. Japanners die waren veel betrouwbaar. Die Engelse motoren, die verzopen, die starten niet, die vielen uit elkaar. Dan was het weer dit, dan was het weer dat. Was het ook weer alles rammend in één keer los, de Ariel? Ik noem maar iets. Ik heb zo'n windschermpje voor op die motor staan. Mm-hmm. Op een gegeven moment verliest het eraf.
Dan breken die constructie die breekt. Dan krijg je dingen in je gezicht. Maar dus, dat is toch een kwestie van een beetje op tijd die motor van een servicebeurt wegbrengen. Okay, nee, dat doe je zelf, hè? Nou ja, kijk. Ja, Peet. Ja. Ik wil nog wel eens een keer een olie verversen. Bij ons komt nooit geen motor. Die komt ze zelf. Ja, doen jullie alles zelf? Ja. Ja? Ja. Auto's ook. Een alles. Eigen werkplaats. En, ja, auto's ook, ja. Ja, mooi. Ja, wij hebben hier ook wel een klus. Dit is ons klusschuurtje, zeg maar. Ja, we hebben wel wat gereedschappen. Dan een geluidseffect komt het ook niet. Ja, dat is... kom een hint, hè. Ja, nee. Als ik helemaal begin, dan... Is die passie voor jou hetzelfde, Ruud? Wat betekent motorpassie voor jou? Vroeger gingen wij met Parma op vakantie. En dan reden we altijd naar Zuid-Frankrijk. Dan kwamen er van die gasten op motorfietsen langs. Met een tent aan, met een zak achterop. Knoerhard, gewoon. Joef, joef, joef. Alle ramen op in de auto en dan kwamen die gasten voorbij. En dan denken we, ja, dat gaan wij ook doen. Als wij motor rijden, gaan wij met die tent op die motor door Europa trekken. En maar sturen, bergen, hoe meer bochten, hoe liever. En, ja, en dan is het gewoon de kick van heel de dag op die motor zitten. Van 's morgens tot 's avonds. En dan zien we wel waar we slapen. En weersomstandigheden, het weer, hè? Dus vertrouwd zijn met weersomstandigheden. Ja, dan is het eigenlijk inclusief, toen wij de eerste keer op vakantie gingen met een motor, dan nam mijn broer een doppelzet mee. Ja, in die tijd had je nog niet van die leuke compacte setjes. Nou, dat was gewoon een doppelzet, die weegt gewoon 10 kilo. Zo. Bandenlichters mee, zak aardappelen mee. Je kon wel kamperen, maar geen idee waar je allemaal tegenkomt. Dus we gingen met een complete zelfsupporting. We gingen er eigenlijk vanuit dat alles moest opgelost kunnen worden. Een soort Parijs-Dakar in Europa. Om appelen mee te nemen. Nee, we hadden een brander bij. Ja goed, want we wisten nooit waar we... Of een camping zouden. Ja, we goed reden. Voorbereid. Ja, we hadden geen ANWB-boek. We planden niks. We wilden gewoon zoveel mogelijk motorrijden. En we hadden onze eerste vakantie, zit nog in mijn hoofd. Dat kostte 325 gulden. Total kost. En dan hadden we volgens mij 7 of 8 of 10, ik weet niet meer, motorvakantie. Een van de eerste, daar hielden we alles bij. En dat was benzine en de camping. En voor de rest rijden. Voor 325 gulden? Ja, een week. Dat zit nog een beetje in mijn hoofd. Gingen wij een week motorrijden. Iedere dag op de motor. Dat is knap. Ja, en dan waren we, ik denk 19 jaar. Mijn broer 18. Ben ik met mijn twee broers op de motor. Hij is al een keer de berg afgereden, dat hij zijn standaard vergeten was. Moest ook gerepareerd worden onderweg. Want ja, hoe konden we daar ergens uit de ravijn gaan halen, die motor? De Motorpodcast. Passie voor motoren. En vergeet je niet te abonneren op de Motorpodcast. Want dan krijg je iedere 2 weken gratis een nieuwe aflevering te horen in je favoriete podcast app of op je favoriete podcast platform. En laat ook eventjes een reactie achter of een beoordeling. Beoordeel de Motorpodcast even met 3, 4 of wat mij betreft 5 sterren. Dat vinden we altijd leuk om te horen. In deze aflevering van de Motorpodcast vader en zoon Jan en Ruud de Vaan te gast. Ondanks zijn respectabele leeftijd van 82 jaar rijdt vader de Vaan nog steeds met zijn kinderen zo'n beetje door heel Europa op de motor. Het is wel iets moois dat jullie hele familie rijdt. Dus alle broers rijden ook. Zus rijdt ook. Ja. Kleinkinderen inmiddels, die rijden ook? Ja, zijn bezig. 3, 4 ervan. En we zijn bezig. Hoe oud zijn die kleinkinderen? 4, 5? Of? 23. Oh, gelukkig. Nou, 18, ja. Wat een fantastische motorfamilie hebben jullie. Ik heb nog een mooi voorbeeldje. Mag ik een mooi voorbeeldje geven? Ja. Ik was met een jaar bij 2,5. Zijn we naar Luzern gereden, in Zwitserland. En daar had ooit iemand, had daar onder het karter met zijn schroevendraaier tussen gezeten. Om de karter los te krijgen, hè? Mm-hmm. Dus die lekte olie. Dus ik moest om de 50 of 100 kilometer plat leggen. Ja. Dan had ik een sok, een oude sok, in de tank, benzine. Ja. Dan maakte ik dat pasvlak schoon, ontvetten. Dat die olie weg was. Dan had ik veldpomp bij me, spoot ik die veldpomp in dat gat. En dan was het verder rijden. Dat was wel een heerlijke rit, zeg. Ja, en dan... Maar waarom niet even een check van tevoren voordat je dan weggaat? Daar hadden we geen tijd voor. Oh. Okay. Dat studeerden we allemaal. Vandaag de dag organiseerden jullie nog steeds allerlei bijzondere ritten. En dan wel goed georganiseerd. Ik heb op een gegeven moment de kronkelroutes ontdekt. Want je hebt niet zoveel tijd.
de TomTom. En toen ik helemaal in het begin, dat durfde ik niet te veel te rommelen. Dus ik zet die kronkelroute aan. En ik denk, ik wil om 1 uur of 10 ergens aankomen. En dan net zo lang kronkelen, tot die tijd vol zat. Maar dan plan je vanuit Zeeuws-Vlaanderen een route van, zeg, 10 uur, kronkelroutes? Met dat, ja, met dat, hoe is het daar, Luxemburg, nou weet het... Ja, in die tijd... Je zegt met je TomTom de spannende route. En, zo doe ik het nu. Ja, zo doe je het nu. En vroeger hadden we natuurlijk, toen er geen TomTom was, dan hadden wij die ANWB-kaarten bestaan nog. Dat is 1 centimeter is 4 kilometer, geloof ik. Dat zijn die kleine deelkaarten, toeristische kaarten. En dat zijn die Michelin-kaarten. Die kun je ook lezen in het donker. Want dat is tegenwoordig die Michelin-kaarten, die waren gemaakt om bij dat nachtlicht, om dat contrast, om die kaart te kunnen lezen. Want niet alle kaarten zijn leesbaar op de motor in donker of in slechte verlichting. Dus dan hadden we bijvoorbeeld een kaart van de Elzas, van Noord-Frankrijk, van al die provincies, een aparte kaart. En die waren dan allemaal groen gekleurd op die Michelin-kaart. En die gingen we allemaal afrijden. En dan zoveel mogelijk bochten. Maar ja, tegenwoordig kennen we zo'n beetje al die routes wel. En toen met die TomTom komen we nu op plekken waar je eigenlijk met de kaart bijna niet komt. Want dat zijn de witte weggetjes, dan staan je overal op een landkaart. Dan moet je nog meer inzoomen. Dus nou met die TomTom, dan gaat er eigenlijk een wereld voor je open. En je weet ook een klein beetje van hoe laat je ergens aankomt. Vroeger hadden we geen idee. Ja. Nee, je was een beetje op de gok. We hadden wel camping bespreken, deden we niet. We reden rond het donker werd. En dan hadden we zorg dat we al aardappels bijgekocht hadden of weet ik wat. En dan rolden we om 1 uur of 6, 7 de camping op. En dan was de gaspit aan. En we hebben ook wel eens een berg opgereden dat er geen camping was. En sliepen onder een boom. We hebben een keer midden in Genève spaghetti staan te maken, bijvoorbeeld op de stoep. Geweldig. Ja. Nou, dan is de wereld wel een stuk makkelijker geworden met TomTom, de kronkelroutes. Maar wij wilden in essentie gaan we bij ons rijden. We kregen er geen genoeg van. Ja. Over geen genoeg van krijgen, want jullie zijn een fantastische motorfamilie zo met elkaar. Jullie hebben in 2009, ik heb hier het fotoalbum voor me, een fantastische familierit gemaakt naar Santiago de Compostela. 4 motoren. 4 motoren, vader en 3 zoons. Waarom daar naartoe? Dat ten eerste. Dat ziet er schilderachtig mooi uit, zie ik hier op de foto. Ja, nou, ik had Route de France gepland. Maar zei, ja, daar hebben we al zoveel gereden, zeiden ze, we moeten naar Spanje toe. Dus dan kun je vergeten, Frankrijk vergeet maar, het wordt Spanje. Dus ik had niks te vertellen. Een soort pelgrimstocht te motor. En de vrouwen zeiden dat ze 9 dagen weg mochten, meer niet. Het wordt dus met 2 auto's en een trailer. Oh. Wordt dat 1200 kilometer aan de Pyreneeën. Ja. Daar een hotel zoeken. Ja. Spullen achterlaten. Met de motoren de Pyreneeën over. En in 3 dagen naar Santiago. 1200 kilometer in 3 dagen. Dat is 400 kilometer per dag. Dan heb je wel een beetje harde kont. Ik had geëist 1 dag vrij. Rust. Had ik geëist, anders ga ik niet mee. Mm-hmm. Dus we hadden 1 dag vrij in Santiago. En dan 3 dagen terug langs de kust. Terug naar een hotel in de Pyreneeën. Okay. En dan met 1 dag weer met de auto's, 1200 kilometer. En dan totaal 9 dagen. Maar 2 dagen autorijden. Dat is behoorlijk racen. 6 dagen motorrijden, 2400 kilometer. En 1 dag rust. Ja, in Spanje heb je de Picos Europa liggen. Dat is een bergketen. En we wilden eigenlijk dan aan de binnenlandse kant van die bergketen wilden wij naar het zuiden. En de terugweg wilden we langs de andere kant van die bergketen. En aan de binnenkant, dat is een plek, daar worden heel veel westerns opgenomen. Uren kom je niemand tegen. We hadden in die tijd, had mijn broer net een telefoon, die had net een Aldi TomTommetje, had hij geloof ik, de gekste dingen meegemaakt. We hebben een keer overnacht bij een vent, kwamen om 1 uur of 19 aan, die was kasteelheer. Geitenfokker, had een boerderij, hij had een hotel, hij had een restaurant. Op mij kwam er geen hond in die tijd, er was helemaal niemand. En hij was zelfs chef-kok. Toen kwamen jullie aan. En toen kwamen wij eraan. Ja. Waarom we eigenlijk naar Santiago, dat weet ik eigenlijk ook niet. Nou, dat is een bedevaartplaats. Waarschijnlijk komt dat toch van jou af. Een bedevaartplaats. Jullie zijn nu genezen van de motor. Ja, nou, wij wilden wel graag dat circuit van de Santiago, dus zeer populair. En het was een mooie route. Dus dan... Je moet een doel hebben, hè? Een doel.
Ah, het is een mooi doel als ik door de foto's blader. Ik zie mooie vergezichten. Ik zie drie zoons en een vader met vier prachtige motoren. Ja. Van herberg naar hotelletjes rijden. Hier ook een mooi vergezicht met heuvels. Ja. Prachtig mooi weer. Ik denk dat dit is echt een droomreis geweest voor jullie. Ja, een droomreis. Ja, we hebben geluk gehad met weer. Want in de Pyreneeën kan het behoorlijk spoken. En we gingen volgens mij in juli. We hebben ook in Baskenland, die provincie. Mm-hmm. Dat is hartstikke groen. Maar waarom is dat zo groen? Daar regent er altijd. Dus we hebben ook heel veel geluk gehad. We hebben ook dagen gehad met biezen. Maar eigenlijk in de plaveide wegen ook gereden. Hè? Door de rotzooi heen, door de troep. Ja. Maar jullie zijn wel een familie die dan niet de snelwegen kiest. Maar alleen die mooie binnendoorweg. Ja, dat is zij dan. Hè? Ja. Ja, hij kon op een gegeven moment kon hij geen bocht meer zien met die VT 1100. Ja, hij zei, kijk, stop eens een keer met een gedonder met die bocht. En dadelijk kom ik daarbij bij Santiago. Bij Sebastian en dan pak ik de route naar Bordeaux en jullie bekijken het maar. Hè? Met je bochten. Maar met zo'n Honda Shadow is heel moeilijk te rijden in de bochten. Hè? Ja, is dat zo? Ja, het chopper is altijd wat lastiger natuurlijk. Ja, dat is met een Harley ook. Hè? Maar met zoveel ervaring. Ja, maar de ervaring wat ik geleerd heb is, als je geen risico hebt, ik ben één keer vlak voor zo'n haarspelbocht, schakel ik terug. Ik denk dat je in z'n één stond je ze vrij. Ja. Dus ik laat die koppeling los en ik heb niks. Nee. Nou, en je zit in de haarspelbocht. Ja, dan. Dan moet je als een gek moet ik gaan schakelen. En dan maar hopen dat je op je bek valt. Ja. Dus om dat de volgende keer het risico te voorkomen, ben ik eerder terug gaan schakelen. Mm-hmm. Dat ik voor de bocht er in me één kom. Ja, want. En ik kreeg klachten van hem die achter me zat. Waarom rij je nog niet door, joh? Veiligheid voor alles, hè? Bekijk je dat nou maar. Ja. Want ik wilde dus wel voor de bocht zeker met de gezin staan. Dan zat hij de boel rond te saboteren. Dan ging hij vertragen. En ja goed, je moet niet zoons van de vaan allemaal hetzelfde. Allemaal dominant is de pest. Dus, zo vader zijn zoon. Dus was natuurlijk, dat was het niet iedere dag was even gezellig. Nee. En daarom reed jij voorop. Nee, ik reed achteraan. Een van mijn broers reed altijd achteraan. Die achter jou, geloof ik. Jan reed op, voorop. En dan kwam ik. Oh ja, en hij had het tom-tom. En dan kwam jij en kwam Herbert. En die had de leiding. Herbert had nog wel een stafkaart op zijn. Een landkaart hadden we nog wel bij. Gert-Jan dacht dat hij de leiding had, maar de echte leiding lag bij Herbert. Is het een aanrader om vanuit Nederland gewoon dan zonder de autotrip, maar gewoon naar Santiago de Compostela te rijden? Ja, moet je iets meer tijd nemen als 9 dagen. Ja. 400 kilometer op een dag is maximum, zou je kunnen zeggen. Eigenlijk te veel. Huh? 400 kilometer is eigenlijk te veel als je... Goed, Frankrijk is al zo mooi dat je eigenlijk niet eens in Spanje komt. Dus aan de ene kant moet je wel keuzes maken. Alleen over snelweg rijden is leuk, maar je zit je ineens stierlijk te vervelen. En als je dan op een motor rijdt die gewoon 300 kan, bijvoorbeeld spreken, of 200, ja, dat is niet te doen om natuurlijk netjes 100 te gaan rijden. Nee. Maar dus ja, 2500 kilometer, pak dan 300 kilometer per dag. Dan reken maar uit, hè. En geniet een beetje. Dat is beter. 8 dagen nodig, hè. Ja. Nou, in onze eerste aflevering heeft Dylan toen, wat had hij nou op de teller gezet? Ja, op één dag 1100? Ja, zoiets. Op een dag? Ja, dat was, maar ik kan wel voor één dag, maar ik hou je niet vol, hè? Nee. Maar nou had je net even over die haarspelbocht waar het bijna fout ging. Is het wel eens echt... ben je wel eens echt onderuit gegaan? Ja, verschillende keren. Oh, dat... ja, verschillende keren. Met mijn CZ ben ik gevallen. En mijn Horex Regina ben ik gevallen. Met de VT 1100 zat hij achterop zelfs, ben ik gevallen. Oké. Had een minuut. En ik ben in Santiago de Compostela. Dus ondanks het verantwoord risico's nemen, gaat het toch bij de Van der Vaantjes ook wel eens fout? Ja, maar dat hoort erbij, hè. Je moet daar opstaan en doorgaan, hè. Oké, nooit een vermoeiend gedacht van, jongens, ik laat het erbij. Ja, gladheid. Kijk, ik zat bij Heineken en ik had ontdekt als ik 10 potten bier op had, dat die bochten allemaal veel soepeler waren. Oh, ja. Dat is de techniek. Ik dacht dat vlotter reed. Ja, aan het begin. Maar zo'n risico moet je niet nemen. Maar ja, was natuurlijk een grapje. Een verjaardag in de kantine. 10 glazen bier. En dan op de motor naar huis. Je had geen auto, hè? Dat gebeurde gewoon. En dan volle bak, hè? Okay. En dan denk je, die bochten gaat toch veel beter als dat ik geen bier drink. Dat is niet goed, hè? Nee. Zulke dingen maak je mee, hè? Zit er nog een nieuwe familiereis aan te komen? Want jullie rijden allebei nog. Portugal, hè? Hij wil maar bijna Portugal. Ja, we hebben
We hebben het Portugal, we hebben een soort Portugalrit onder aanhalingstekens zitten. Want ik wil met pa nog een trip gaan maken. Maar de voorwaarde voor deze leeftijd is, moet mooi weer hebben. Ja. Het mag niet te warm zijn, want de hitte kan hij niet tegen. Het mag ook niet te koud zijn. Spanje, Portugal is natuurlijk een fantastisch gebied. Het idee was, we willen nog een leuke trip gaan doen, maar dan naar huis vanuit Portugal. Dan zet je de motors op transport. We hebben een trailer, daar gaan twee motoren op. We rijden naar Portugal en daar gaan we ritten maken in de bergen. Dat is eigenlijk kort. Dus Portugal staat nog op de to-do-lijst. Ja, hij wil naar Portugal. Ja. En dan, maar dan wel met een auto en trailer, twee motoren erop. Hm. En hij wil misschien een Carcassonne, wil jij al achter me? Ja. Auto achterlaten en dan nog een stuk met hem. Maar misschien is dat voor mij toch te ver. Want die knieën die gaan niet zo goed meer, hè? Nee, je bent geen 18 meer, sterker nog. Je bent de 80 gepasseerd. En dan is het volgens mij in het buitenland ook nog een keertje fout gegaan, hè? Op een heel druk verkeersplein. En ik heb dan mijn voet op de highway... Steps. Ja, daar stip je vooraan. Ja. Heb ik mijn voetrem niet bij de hand. Oké. Okay. Dus ik moet kijken waar hij blijft. Ik denk, het plein is vrij. Ik rijd erop en er komt een halve garen Spanjaard aan met 100 km per uur. Die komt knalt daar, over die rotonde heen. Die komt het plein op gescheurd en die rijdt weg. En ik moet volle bak remmen. Ja. En ik heb die voetrem niet bij de hand. Ja, dat mis je dan net. Ja. Dus ik pak die handrem en dan gaat die achter omhoog. Daar ga je. Ja. Platte. Maar goed, dat is nog vrij recent is dat gebeurd. 10 jaar geleden. Ja, maar... Roodschaam hier. Ja, ik wil niet veel zeggen, maar toen was je ook al niet meer de jongste. Nee, was ik 72 jaar, hè? Ja, nou, dat is even wat. Dan ben je in het buitenland en dan ga je onderuit. Je gezicht ligt half open. De vaan, hè? Ja, maar... Wij zijn een Bretonse familie, hè? Niet te stoppen. Onze wortels liggen in Vannes, in Bretagne. De Vannes werd de vaan. Ah. Maar ondanks dat jullie uit een goede familie komen met gehard DNA... veert asfalt toch niet mee als je erop terechtkomt. Doet gewoon pijn. Ja, het doet pijn. Maar ja, een blauwe kont. Een beetje alle kleuren van de regenboog. Die gaat weer over, hè? Ja. Dat was het verantwoord risico nemen. Er gebeuren dus onberekenbare zaken. Die kun je niet voor zijn. En je moet dan dat kunnen incasseren. Ja, zo is dat. Er moet een incasseringsvermogen, moet er voldoende ruimte zijn. Dat je risico's die je neemt, neem je risico's. Maar je moet ruimte houden voor... om risico's die je niet kan nemen. En als dat gebeurt, moet je niet lullen. Dan moet je gewoon accepteren. Dat is gewoon, hoort erbij. Ja, dan... Dat is motorrijden. En niet bang worden. Nooit. Nou, ik kan me er iets bij voorstellen dat je dan wel even denkt van... Nee, gewoon. Ik denk dat voor elk ongeluk geldt dat opstappen meteen weer... of zo snel mogelijk de beste remedie is. Dat hoor je van heel veel verkeerspsychologen ook. Ja, als je onverantwoord risico hebt genomen, dan ga je jezelf kwalijk nemen. Tuurlijk, ja. Dat moet je dus niet doen. Nee. Dus maar zo'n man die de rotonde opschiet of zo'n plein opschiet, kun je ook niks aan doen. Nee. De Motor Podcast. Passie voor motoren. Je luistert naar aflevering 25 van de Motor Podcast, waarin we praten met vader en zoon Jan en Ruud de Vaan over hun fantastische reis naar Santiago de Compostela in Noordwest Spanje. Als jij nou zit te luisteren en denkt, ja, ik heb ook een fantastisch verhaal, laat het ons even weten via de socials @demotorpodcast of stuur een mailtje naar info@demotorpodcast.nl. Ruud. We hebben het nog helemaal niet over gehad op wat voor motor jij nu rijdt. Je hebt een voorliefde voor Suzuki. We weten, vader rijdt op een Honda Shadow. Een chopper. Maar wat is jouw dagelijkse motor? Want volgens mij zit je elke dag ook op dat ding. Dat moet een Suzuki zijn. Ja, ik heb er drie standaard voor het pakken. Zo, drie standaard. Wat een luxe. Ja. En dat zijn? Als ik met pa ga rijden, pak ik de Bandit die ik eigenlijk voor hem had gekocht. Met een top halfkuiper. Dat is een Suzuki Bandit 600. Ik koop ook motoren als eigenlijk als een belegging. Bekende credo, never sell, just add. Ja. Waar hebben we het vaker gehoord? Ja. Ik heb de grootste lol, ook al moet ik rustig aanrijden met pa. Pak de bochtjes. Doe je ze schijnheilig, joh. Ik kan je wel bijhouden, hoor. Ja, dan heb ik één injectiemotor. Drie heb je er sowieso paraat. Binnen handbereik altijd één van de drie. En hoe maak je de keuze? Ja, één heb je speciaal om met je vader te rijden. En die andere twee, één op de even dagen en de andere op de oneven dagen. De GSX 1100, die... Zoek een club. En die motor, die pak ik eigenlijk het minste. Als de motoren maar iconic en exotic zijn, zag ik op je Instagram. En je bent bereid om daar zo ongeveer de halve wereld voor af te reizen. En op een gegeven moment kom je dan een of ander
ja, heel apart exemplaar tegen in een of ander schuurtje. Hoe gaat dat? Dat is eigenlijk ook een verhaal apart. Want die zat in een collectie van een machinist uit Vlieland. En die had een schuur vol met replicamotoren. Heel veel Engelse, Italiaanse. En die had helemaal geen races. Maar die had wel een unieke Suzuki tweetakt in zijn collectie. Dus die motor heb ik nog lang zoeken, had ik die dan gevonden. En en dat is toen ik dat ding eigenlijk langer steeds meer leerde kennen, was hij eigenlijk te exclusief om daar zomaar een beetje op circuit te gaan rijden. Ja, dat doen jullie ook met enige regelmaat. En nou hadden we het er zo even ook al over, dat als jullie een keertje vallen, dan stappen jullie altijd weer op. Onder het motto, ja, we komen uit een echte motorrijfamilie, maar het is ook een keer echt vreselijk fout gegaan. Want Jan, je bent een zoon verloren door het motorrijden. In Francorchamps. Dus ik heb ook daar in de intensive care dat dokter Dufay zei, meneer De Haan, we kunnen voor uw zoon niks meer doen. Ik zeg, maar ik wel hoor. En wat gaat je dan doen? Ik zeg, ga hem ziekenzalving geven. Heb ik hem in de olie gezet, hè? Dan zit je daar wel met een heel dubbel gevoel. Als en dan koppelen ze de apparatuur af en dan zie je hem de laatste slagen doen. Dan heb ik gezegd, s'nachts om 2:00. Ja, ik kwam af en toe nog een slag. Ik zeg, zal maar afspreken, om 2:00 is hij gestorven. Maar dan, als je toch zoiets meemaakt, ja, hè? Een kind verliest bij motorracen. Ja. Ik geloof dat ik dan de handdoek in de ring zou gooien en zou stoppen met motorracen. Nee. Kijk, ik heb een avond van tevoren zat ik bij onze tweede zoon en dan komt hij dus binnen. Hij had niet ingetekend voor Francorchamps. En ik zag dat je er moe uitzag en had alsnog ingetekend. Hij ging naar Francorchamps. En hij had wat hoofdpijn. Hij had tegen mijn Gert-Jan gezegd, de tweede zoon, vandaag kun je winnen van mij. Dus doe je best. Maar ja, als hij op je motor zit, dan gaat dat bloed stromen. Dus hij lag een halve ronde voor. De voorlaatste ronde. En mijn tweede zoon, die moest de finish nog voorbij. En toen kwam er een bericht van nummer 28, was iets mee gebeurd. Ja, dat was een broer. Die kon puin ruimen. Wat is er precies gebeurd? Hij had vlak voor een bocht, voor een linkse bocht, die hij met 250 kilometer moet nemen, krijgt hij een hersenbloeding. En ik zie op die films die ik heb mogen zien, de filmkamer, ik ben naar de directie gegaan. De race werd gefilmd? Gefilmd. En ik ben dan gaan kijken, ik ben uit gaan zoeken wat er precies gebeurd is. Heb ik de films mogen zien. En dan zie ik mijn zoon, ziek voor ongelukken. Ik heb die film 3 maal gedraaid om alle details te weten. En ik zie dat hij niet links naast je motor gaat hangen, want bij 250 km per uur, en je een linker bocht moet nemen, moet jij dus naast die motor gaan hangen aan de linkerkant. En dat deed hij niet. Hij zat nog rechtop. Dus op de ene manier had hij nog een bewustzijn. Ik moet die motor recht houden. En misschien heeft hij gedacht, die afrastering, het is maar rubber. Het zijn autobanden. En je hebt een snelheid van 250. Wat moet je dan doen? Is het dan een geruststelling dat het geen technische fout is geweest van je zoon? Maar een lichamelijk falen. Dokter Dufay heeft gezegd, het is geen ongeval, het is hersenbloeding. Nou ja, en dan komt op die intensive care, zijn verpleger was een leeftijdsgenoot. Die had ook een jongetje net zo oud als hij had. Dus het was een hele emotionele zaak op die intensive care. Nou, en ben ik 2 nachten heb ik daar in de stoel geslapen. En als dan de alarm ging kijken. En op die manier heb je daar meegeleefd. En toen zijn we later een fruitmand gaan brengen, dank. En dokter Dufay riep mij naar binnen toe en meneer De Haan, ik heb nieuws voor u. We hebben voor 100% zeker vastgesteld, het was geen ongeval, maar een hersenbloeding. Dus had het technisch storen kunnen zijn. Een ander coureur had hem kunnen hinderen. Het had een haas, een vogel, noem maar op. Was het niet. Want door de Formule 1 daar reed, was het voor motorrijden gevaarlijker geworden. Op sommige plekken had je gewoon geen kans als je daarmee je motor in problemen komt. En ze hebben de grindbokken, hadden ze beton ingestort. Ja, dan heb je geen, als je op die plek zou crashen, om wat voor reden dan ook, heb je geen schijn van kans. Met je auto heb je nog iets. De Motorpodcast. Ruud en Jan uit de motorfamilie De Vaan. Vandaag de gast in de Motorpodcast. Jan, jij bent inmiddels de 80 gepasseerd, 82 jaar.
En toch nog zo ongeveer elke dag op de motor. Als geen ander kun jij uitleggen of motorrijden in die 82 jaar veranderd is. Ja, nou, allereerst de wegen. De wegen zijn veel beter, dus je zit veel op snelwegen. Vroeger had je dat niet. Dus eigenlijk was vroeger was het motorrijden eigenlijk wel leuker. Omdat je, wat snelheid betreft natuurlijk niet. Maar gewoon van het landschap en de wegen was vroeger interessanter. Want je gewoon secundaire wegen, lange routes. Ik denk aan Frankrijk bijvoorbeeld, die nationale routes zijn nog steeds leuk. Als je met een motor rijdt. En op snelwegen is het eigenlijk niet zo leuk, want dan moet je hard gaan rijden. Is het onveiliger geworden in Nederland, het rijden? Ja, het verkeer is drukker, hè. Maar maakt het onveiliger? Ik denk het wel. Ja? Ja, je wordt met grotere snelheden gereden. Toch minder verkeersdoden en meer weggebruikers. En zelfs ook minder motorrijders die overlijden. Terwijl er veel meer motor gereden wordt dan bijvoorbeeld in de jaren 70. Ja, kijk, de dus wegen uiteindelijk zijn, lijkt het wel alsof het toch kijk minder, naar kleding, kijk naar helmen, kijk naar ABS. Ja. Dat had je natuurlijk 40, 50 jaar geleden nee, niet. Ook, vroeger hadden natuurlijk de wegen zat er meer bochten in. Dus je moest wel meer techniek hebben vroeger dan nu. Nu kun je eerder op een motor gaan scheuren dan vroeger. Vroeger moest je veel beter op de wegen letten. Er zaten veel meer bochten, de wegkwaliteit was minder. Gaten in de weg. Gaten in de weg. Ja. Maar dat kon je ook als een hobby zien. Als een hobby, om de gaten heen? Ja, nou gewoon. ja, gebeurt altijd wel iets. De wegomstandigheden was ook, hoorden we ook met motorrijden. Ja. Om daarmee om te gaan. De Motorpodcast. 100.000 euro voor je motorliefde. Wat ga jij ermee doen? Wat gaan jullie doen met een ton? Als jullie het nu even er doorheen kunnen jassen. Ik moet op aan motorrijden. Een gloednieuwe Harley. Een gloednieuwe Harley, toch? Ja. Ja. Weet je, dan wrijf ik het er gewoon nog even in. Zo klinkt die. Ja. Ja. Ja, dat klinkt goed, hè? Ja, hè? Een gloednieuwe Harley, oké. Ik heb al een boek van Harley. Dan ben je al eind op weg met 50.000. Hij kan eruit. En dan een wereldreis. En een wereldreis. Okay. Fantastisch. En jij, Ruud? Nou, inderdaad, nou je zegt het wereldreis als je een ton hebt. Alleen het probleem is als je een ondernemer bent en je gaat een wereldreis boeken en je komt terug en je geen bedrijf meer. Dus dat is wel een dilemma natuurlijk, ja. Maar... Ben gepensioneerd, hè? Ja, dus bij jou zou het wel kunnen. Ja, okay. Dus ik denk dat ik het dan iets anders zou doen. Ik denk dat ik dan mijn mancave nog sneller met hulp kan verwezenlijken. Waardoor ik dus al mijn motoren op een stuk of 3, 4, 5 bruggen kan zetten om aan te werken. Een scherm aan de muur, alle foto's verzamelingen erop, lekkere hanghoek. Biertap, flinke box erin, een barbecue er middenin. En dan ja, 100.000 euro motor kopen. Ik zou Suzuki? Je hebt er al een paar, dus die kunnen er allemaal in de man cave. Want het moet wel opgaan naar motorrijden, dus niet aan bierwatchen. Nou, ik denk als ik, nu ik erover na ga denken, ik denk als ik een ton heb, dan ging ik een classic race team opzetten. Ah ja. Classic race team, dat is ook een goede. Ja, want dat kost je minstens, geloof één wedstrijd kost je 4.000 tot 5.000 euro. Oh ja. Voorbereiding, een goede classic motor in de klasse Isle of Man. Ja, dan ben je toch ook al een 15.000 euro verder. En een heel seizoen racen, 10 keer 5.000 is 50.000 euro. Een motor erbij, 25.000 euro. En dan wat benzine en banden erbij. En dan is het op, denk ik. Dat dus. Geld komt wel op, ik hoor het al. Ja, we hebben nog even wat weg te geven. Ja, we hebben nog een tegoedbon van 150 euro liggen om een motor te proberen bij Motoshare. Dan kun je heel makkelijk je motor verhuren, maar ook een andere motor huren om een keer een weekend of een dag te proberen. Wil jij die prijs winnen, dan moet jij antwoord geven op de volgende vraag. Op welke motor is Jan de Vaan stiekem destijds begonnen? Scroll even terug naar het begin van de aflevering als je het niet meer weet. Want het zit in deze aflevering. En laat het even weten via een van de socials. Tag ons wel, want dan kunnen we zien dat je het goede antwoord hebt gegeven. Kan via Instagram en via Facebook. @demotorpodcast. Abonneer je ook eventjes in je favoriete podcast app. Want dan zijn we er over 2 weken automatisch weer. En heb je verder wat te melden? Maak even een mailtje of een voicebericht en stuur dat naar info@demotorpodcast.nl. De Motorpodcast. Passie voor motoren. Elke 2 weken in je favoriete podcast-app. Demotorpodcast.nl. Deze podcast werd mogelijk gemaakt door Motoshare. Wil je eens een andere motor proberen? Huur hem dan makkelijk en voordelig via motoshare.nl. Het nummer 1 motorverhuurbedrijf van Europa.